De bus werd vanochtend gepresenteerd op het Willemsplein onder de Erasmusbrug. De RET heeft al een elektrisch minibusje dat op de Wilhelminapier rijdt en twee hybride bussen die op lijn 38 worden ingezet. Maar deze nieuwe is totaal anders. De hybride bussen die we hebben, hebben een andere aandrijving, een ander rendement. Deze heeft een wielnaaf aandrijving. Vraag me niet hoe dat technisch allemaal werkt. Dit is gewoon een hele soepele motor die voort wordt bewogen door magnetische krachten. En die magnetische krachten die zitten in permanente magneten in de wiel zelf. Aan de binnenkant van het wiel, aan de binnenkant van deze band. Gewoon hierin eigenlijk? Hier binnenin, ja. En de motor zit als het ware hier aan deze deksel vast. Dus als de motor gaat werken, trekt hij als het ware de magneten gewoon mee. En daarmee gaat het voertuig ook rijden. Als dit werkt, en dat doet het op dit moment, maar als het ook in de praktijk blijkt te werken, is het geweldig. Het is veel stiller, je hebt veel minder energiegebruik, je hebt minder uitstoot. Kijk, ze zijn nu erg duur. Want je moet je voorstellen, zo'n bus wordt nu helemaal ontwikkeld. Dit is onbetaalbaar, daarom heb je ook subsidie nodig. Maar de bedoeling is dat ze straks gewoon betaalbaar zijn. Maar die bus blijft altijd duurder dan een standaardbus. Maar dat verdien je terug door minder energiegebruik. Volgens deskundigen is dit de bus van de toekomst. Stil, ultrazuinig en zonder CO2-uitstoot. Uitermate geschikt dus voor een stad als Rotterdam, waar de lucht vol zit met fijnstof en andere vuiligheid. In 2012 beslist de RET over de aanschaf van een serie elektrische bussen.